Hallo, welkom bij de bijen. We zijn hier bij kast 8, adoptiekast. We hebben hier 3 small adopties op dit moment in zitten. Je ziet de kast een beetje roken, dus niet omdat de kast in de brand staat. Maar we hebben er een beetje rook in gespoten, zodat de bijen zich volzuigen en wij er rustig in kunnen werken. Nou, we gaan eens kijken hoe het met ze is. Ze loeien nog een beetje hard, dus ik pak zo nog eventjes wat rook. En dan gaan we eens even kijken hoe het met het volkje is. Ze doen het best wel goed volgens mij. Zo, klein beetje rook er nog bij. Zo even kijken of jullie erin kunnen kijken. En dan mag je meekijken met de controle. En dan gaan we eens kijken hoe ze het doen. Goed, even kijken. Kunnen jullie dit zien? Nee, dus gaan we dit doen. En nu kunnen jullie meekijken. Er zit een moerrooster op, zodat de moer niet naar de honingkamer kan klimmen. Die gaan we nu eventjes losmaken. Die schudden we even goed uit. Want we willen niet dat de koningin hier op dit rooster zit. Want als ik dat straks namelijk op de honingkamer leg, dan hebben we straks de koningin in de honingkamer. Dan ben ik kwijt. Dan kunnen we niet hebben. Ze is er nu zeker af. Het tweede wat ik even gelijk doe, is mijn afstandrepen er even afhalen. En de rotzooi eraf, zo. En ik ga zo gelijk eventjes wat schoonmaakwerkzaamheden doen. Dat betekent dat ik even hier dit braamraad er even afhaal. Dat is allemaal wat de bijen dicht maken. Ze willen geen rommel, of het is geen rommel, ze willen geen lucht in de kasten. Ze gaan overal bouwen, ze gaan dichtmetselen. En even een bijtje terugduwen. Kom, je mag hierin. Ja, voorzichtig. Ja, goed zeg. Dat halen we er even af, zodat de kast straks ook weer makkelijk dicht kan. En de roosters er goed op kunnen. Het is een mooi dik volkje. Even zo vertellen wat ik eigenlijk zie, wat jullie ook zien. We zien in elke rij zien we bijen. Dat betekent dat elke straat bezet is. Dan kan ik je nu ook al zeggen dat elk raam bezet is. Je ziet allemaal schroeven. Komt dat dit uit een andere kast komt, van een ander formaat. Ik werk met dit formaat, dus ik moet ook even creatief zijn, zodat het volk erin past. Ik heb 1 schroef die neem waar ik mee werkt, maar dat is geen probleem, het past prima zo. Wat ga ik doen? Ik ga even raampje voor raampje eruit halen. Ik wil heel graag de koningin vinden, want die heb ik nog niet gevonden in het volk. Dus ik hoop die te kunnen vinden. Dus daar gaan we zeker ook naar zoeken. Waar zoek ik dan naar? Een langwerpig zwart achterlijf. Vaak ook een beetje een zwarte stip lijkt het, vlak in de nek. En dit volk komt van een ander, dus die heb ik overgenomen, zo de redvolkje. Er moet een, als goed wel, merkje op staan. Maar helaas is dat niet altijd het geval, niet alle imkers merken. Dus ik heb ook een kluisje in mijn zak zitten. Als ik het vind, geef ik er ook even een merkje. Dan weten we volgende keer waar ze is. Kunnen we er snel zien. Maar laten we eens even kijken. Hier zie ik haar niet zo snel op. Ze zijn heel druk bezig. Het kan ook zijn dat ik haar niet vind. Hè. Ondertussen ga ik ook op zoek naar doppen. Mocht het namelijk zo zijn dat ze het volk willen verlaten, gaan ze doppen aantrekken. Die kunnen dan belegd worden met koningin in de cellen. En dan worden het koningin, en die wil ik nu niet, want ik wil gewoon mijn eigen koningin houden, maar niet dat volkje weg. Nou, hier zie ik dus niet zo heel snel op deze kant. Dat zag ik ook niet snel lopen, het is wel heel vol hier. Maar hier zie ik er niet. Ik ga even hier schudden boven de bak. Ik schud erbij dus eigenlijk even terug in de andere ramen. De koningin zou hier dan zeker niet oplopen. Die heb ik er dan waarschijnlijk ook afgeschud. Als ze hierin zou zitten, dan kom ik er misschien ook nog een ander raam tegen. Maar ik wil dit raam namelijk even apart zetten. Want dan heb ik meer ruimte om in de kast te werken. Goed. Laat de bijen eraf. Zekerheid checken of er echt niet de koningin op loopt. Ik zou dat dan hier wel moeten zien. Ik weet in ieder geval dat ze er is, want ik zie al meteen open broed hier. Deze. Een ander raam in de zij. Goed. Ik heb nu wat meer ruimte om in de kast te werken en dan gaan we dan ook even uitgebreid door. Volle ramen.
Wat een mooi om te zien. Volgend raam. Rustig raam. Leeg raam. Ik zie... Daar. Ik zie werkzus. Ik zie gesloten boet. Al die vakjes zijn gesloten boet. Als je het kan zien, zie je wat kleurtjes in vakjes. Naast die dichte vak zitten wat dieper wat kleurtjes. Die kleurtjes is stofmeel. Dat is ook nodig in het volk. Deze kant niet. Gaan kijken of we hier koningin kunnen vinden. Dit zijn wel hele fijne ramen koningin te vinden. Het is daar weer drukker helaas. Mocht ze hier lopen, moeten we het kunnen vinden. Ik zie hier een bijtje uitkomen. Dat is wel leuk hier. Hier komt een vers bijtje uit. Ik ga het zien. Dit bijtje is vers aan het geboren worden. Die is er bezig met uit te komen. Kijk, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Vers nieuw bijtje. Nou, staan we dus gewoon bovenop. En hem nog verder uitkomen. Kom maar, joh. Kom maar uit. Ik hou hem nog even. Ja, bijna. Maar wij lopen er hard voorbij. Dat moet ze allemaal zelf doen. En hier komt een nieuwe werkster bij. En die mag gelijk aan het werk zo. Bijna er helemaal uit. Vleugeltjes zitten nu. Kijk, dat is super. Een geboorte van de bij, jongens. Nou, was dat even luxe? Hele verse nieuwe jonge bij. Nou, hier zie je misschien ook weer dat je zegt van, ah, maar daar zit een hele grote bij. Ja. Dus hier en daar. Tussen staat mijn hond lekker te blaffen. Dat kan niet zo goed. Volgens mij heb ik het koningin gevonden. Juist, hier loopt ze. Dan wil ik het even in de gaten houden, dat ik het niet kwijtraak. Want ik wilde even vangen. Het pech is dat ik het dus nu kwijt ben. Nee, ik zie er weer. Ik moet even mijn kooitje proberen te pakken. Ik heb hier de koningin. Ze is dus ongemerkt. Dat is prima. En daar loopt ze. Het is een kleintje. Mogelijk een moerwissel geweest. Ook dat is prima. Ze zou van vorig jaar moeten zijn. Kan het vorige inkoop dus niet heeft Kom je ook, kruip er eens in. Niet heeft gemerkt. Ik heb het pakje omgedraaid en hoop dat ik het beter kan scheppen nu. Ze zit nu op mijn bakje. En daar is ze. En ik probeer haar nu in mijn bakje te krijgen. Dus er gaat er een andere bij in. Kijk of ik dit met twee handen kan doen. Oh, ze klikt nu op mijn handschoen. En ik heb de koningin gevangen. Goed, top. Hoop ik dat ze hier even in wil grijpen. Kom. Ja, ze gaat nu de andere kant op van het kluisje. Ja, zo, zo. Dan gaat ze de andere kant op van het kluisje. Hoppakee. Je moet snel zijn. Zo. Nou, ik heb haar nu hier in een stampadje zitten. En niet om haar pijn te doen, maar ik probeer hem nu even voorzichtig op haar rug te krijgen. En dat is nu gelukt. Zo. En dan moet ik er niet plat stampen. Maar ik ga nu even proberen om haar een mooie stip te geven. Ik doe hem even van vorig jaar, zoals ik al zei. Zo. Ze heeft een rode stip gekregen, zoals je ziet. We gaan even dit raam goed hangen. Hier zag ik net ook geen dop op. Zo, dit raam stond zo. En dan gaan we hier de koningin weer bij laten lopen. En dan gaan we deze raam zetten. Hoppakee. Daar gaan ze. Terug de volle keer. Schudden even. Ja, dan ben ik erg blij dat we deze koningin nu ook gevonden. En gemerkt. Ik denk even snel. Geen spermcellen zijn. Dat gaan we even sneller doen. Het is
Dus is gevraagd om een nieuw vorkje ook te maken voor iemand. Te beginnen met imker, die met dezelfde kasten werkt. En dan is het handig om dan ook iemand te hebben die dezelfde kasten werkt. Nou, om het even goed in mijn agenda te kunnen plannen, heb ik dat al niet gedaan. Maar dit vorkje zou heel goed in aanmerking kunnen komen. Het vorkje hiernaast ook. Zo'n heel mooi rustig vorkje. Dit is dus waar we mee zijn aan het schiervolkje. En hiernaast ook Troisek. Ook hele fijne bijen. Hele rustige bijen. En zo heeft elke kweek weer zijn andere eigenschappen. Ook binnen de soort van carnica waar ik dus mee werk, zijn er dus verschillende mogelijkheden. En het is gewoon ook simpel met welke imker start je. Dan hou je dus een bepaald ras. En aangezien ik al een stuk verder ben, heb ik al wat rassen ook overgenomen van anderen. Ik zoek gewoon het mooiste ras. En dan gaan we straks onze eigen koninginnen kweken. Dat is eigenlijk nog helemaal het leukste. Ik wil eigenlijk proberen de volgende keer, als we in het volk zijn, twee ramen te vervangen. Dan zijn de ramen die niet doorbuigen aan de schroeven. Zijn niet meer geschikt om eigenlijk hier in het volk te hebben. Er zit al zoveel broed op dat ik dat nog eventjes wil houden. Zo. Zo. Even kijken, je ziet het ook al wat raampjes weer terugschuiven. Even het raampje weer inhangen. Waarom zit die punaise erop? Daar heeft ooit een. Ik zet de afstandsrepen er weer snel in. Ik ben eigenlijk klaar, volk. Doel was koningin vinden. Doel bereikt. Ze zit erin. Ik schuif voorzichtig het moerroos eroverheen. Plet je wel eens een bij? Ja, we pletten wel eens een bij. Is dat vervelend? Ja. Is dat heel erg? Nee. Moet je dat altijd proberen te vermijden? Ja. Dit is de honingkamer. Zij is al niet heel erg mee bezig, want Fox zit er eigenlijk nog net in. En je zag dat ze moeten nog flink uitbouwen. Ze moeten hier dus echt nog even aan de slag. Dus ik hoop dat ze hier snel weer aan de slag gaan. Dat zou mooi zijn. Er zit vaak ook nog een extra deksel hier bovenop. Die heb ik nu nog even niet, om ze even wat meer lucht en ruimte te geven. En dit is dan de deksel die er dan op gaat. En dit was dan nu het filmpje van kast. Wat hadden we? Kast 8. Van de adopties, 3 small adopties. We hebben nog 1 ruimte voor 1 small adoptie of 2 mini adopties die hierin komt. Misschien komt er ook nog 1, nou, anders laten we het gewoon zo. En dan gaan we kijken hoe het met jullie volkje gaat. We hebben hier van de koningin gezien, dat is Luxe. En een bijtje wat geboren werd. Nou, blijf het volgen, blijf filmpjes maken. En in ieder geval hartelijk dank voor jullie adopties.